Slim omgaan met netcongestie bij bedrijven. Daar hebben we het vandaag over bij het VEA Kenniscafé. En praktijkverhalen zijn natuurlijk altijd mooi en leerzaam. Daarom hebben we ondernemers uitgenodigd bij ons aan tafel. En Nele Janne van het EEF. Maar ik begin bij jou, Gert. Ik ben Gert Nieborg en ik mag bedrijfsleider zijn bij Hemubo voor de afdeling E-techniek. En wij hebben voor ons zusterbedrijf GSF een oplossing met batterijen en zonnepanelen bedacht. Althans ontwikkeld en ingezet. En daar gaan we straks uitgebreid meer over horen. Ja. En tegenover jou, naast Harold, zit Bas. Ja, ik ben Bas Komenschap. Ik ben directeur van Horda Transport in Almere. Wij zijn een logistiek dienstverlener met ongeveer 45 auto's, waarvan er inmiddels 10 elektrisch zijn. En daarnaast hebben wij een dak vol met zonnepanelen. Een dak vol met zonnepanelen. Kun je vast even vertellen hoeveel dat er zijn? Ja, dat zijn er 3400. 3400, ja. Dus dat is een aardig veldje. Ja. We gaan daar natuurlijk meer over horen en ook over hoe dat is gegaan met die 10 elektrische auto's. Of dat van een leien dakje ging of niet. En Nele Janne, jij bent van het Energie Expertise Centrum Flevoland. Ja, wat is jouw rol daar? Ik help ondernemers als een van de hele clubmensen bij ons. Met allerlei zaken rondom energie eigenlijk. Even is een stichting. Die is opgericht om ondernemers te helpen bij energiebesparing of duurzame energieoplossingen. En sinds enige tijd worden we natuurlijk ook veel geconfronteerd met netcongestievragen. En dat is eigenlijk mijn specialiteit binnen het EEF, als je het zo kunt noemen. Ik help waar het mogelijk kan om te kijken wat er nog wel kan voor ondernemers. En ik help waar het mogelijk kan, hè, om ondernemers te helpen. We hebben een prachtig voorbeeld aangereikt gekregen van Urk. Ja, klopt. Zullen we eens even naar dat beeld kijken en dan gaan we daarna daarover in gesprek. Lijkt me goed. Wat we zo belangrijk vonden, dat was dat we een transportbeperking hadden hier van 66 kilowatt. En wij konden niet meer verder als bedrijf. EEF heeft ons probleem opgelost door middel van zonnepanelen te adviseren. En we zijn tegelijk duurzaam geworden. EEF heeft ons heel goed begeleid in het aanschaffen van de zonnepanelen, met offerten meegekeken, hoeveel zonnepanelen er op ons dak moesten, welke opstelling we moesten hebben en de financiering voor ons voor elkaar gemaakt hebben. De samenwerking hebben we als Gebroeders Straat BV heel prettig ervaren en we bevelen de andere bedrijven ook aan om met EEF in zee te gaan. Aanbeveling om met EEF in zee te gaan. Dat is toch echt wel een prachtig mooi slot van zo'n filmpje. Oh, helemaal bij een visbedrijf. Hè? Ja, ja. Ben je daar zelf ook bij betrokken geweest bij dit bedrijf? Ja, ik ben met mijn collega Peter, die is relatiemanager, ben ik toen eigenlijk het eerste gesprek met ze aangegaan op locatie bij hun in Urk, op Urk moet op ik Urk, zeggen natuurlijk. Ja. Ja. Mooi bedrijf. Een prachtig bedrijf, wat op dat moment een heel deel van het bedrijf kon op dat moment niet draaien door netcongestie. En ze hadden een heel aantal brieven liggen en wisten echt niet wat ze ermee aan moesten. Werden echt wel overdonderd. Ja. Hadden zelf ook weinig zicht op wat ze met hun energie deden of hoe dat beter kon. Dus een hele dankbare ondernemer om te mogen helpen. Ja. Ja. Ook mooi om dan zo iemand ook het portret te gunnen in zo'n filmpje. Absoluut, ja. Dat is heel fijn. Ja. Ja. Nou, we hebben hier natuurlijk twee andere ondernemers aan tafel zitten. Ja. En jullie zijn ook in contact geweest met EEF? Ja, wij zijn toen wij tot de conclusie kwamen dat we op ons pand op de Bolderweg echt geen stroom meer kregen van Liander. We hadden daar een transportvermogen van 85 kilowatt. En we hadden op zijn minst 250 nodig. Toen zijn we, je gaat de weg op, toen zijn we met EEF in contact gekomen. En die heeft ons heel erg geholpen richting welke vergunningen, welke dingen er nodig zijn en waar we mee rekening houden, contacten met de gemeente. Dus daar zijn we ontzettend mee geholpen op dat moment. Ja. Want het moest allemaal heel snel. Ja, en wat jullie onder andere gedaan hebben, nou, dat laten we die cliffhanger even liggen, want ik ben even benieuwd, Holwerda.
Heeft Eve voor jullie iets kunnen betekenen in waar jullie mee bezig waren rondom dat elektrisch wagenpark? Ja, zeker. En ik denk dat het verhaal ook wel een beetje vergelijkbaar is met wat we net gehoord hebben. Bij ons hebben we eigenlijk te maken met een uitbreiding. Hè. Dus dit jaar zijn we van 4 elektrische auto's naar 10 gegaan. Dat had wel wat gevolgen, ook met hoe gaan we dan om, hoe gaan we om met laden, hoe gaan we met slim laden. Er komt dan ook een heleboel op je af, er zijn een heleboel mogelijkheden. Maar even gevolgen, wat voor gevolgen bijvoorbeeld? Want je zegt van 4 naar 10, nou het klinkt heel simpel. Je gaat naar een dealer en je zegt doe mij nog even 6 erbij. Ja, dat hebben we ook. Was het zo makkelijk? Nou, dat gedeelte wel, dus dat ging heel makkelijk. Maar daarna kom je ook wel tot de conclusie, oké, maar dat heeft wel wat gevolgen. En voor ons gevolgen dat we tegen onze grenzen aankwamen en we gaan er nog niet overheen. Maar we moeten nu wel slim gaan nadenken hoe we dat gaan doen. En daar hebben we verschillende oplossingen voor bedacht, zelf in eerste instantie. En daar hebben we juist Eve voor gebruikt om dat ook te toetsen. Van is het idee wat wij hebben, kan dat? Is dat logisch? Kun je daar een voorbeeld van noemen? Bijvoorbeeld over een soort laadpalen. En hoe ga je om met die laadpalen? Hoe laat je die laadpalen met elkaar werken? Maar ook de combinatie van de laadbalen en ons stromenverbruik in combinatie met de zonnepanelen die we hebben. En wat kunnen we daarmee doen en hoe kunnen we daar op een slimme manier voordeel halen voor onszelf als bedrijf natuurlijk. Maar ook voor het thema netcongestie. Maar je zou zeggen meer dan 3000 zonnepanelen, stroom genoeg om auto's te laden. Ja, dat klopt. Maar die auto's rijden nou net op het moment dat er stroom opgewekt wordt. Ja, dat dus is een beetje de grote uitdaging. Nachts staan de auto's stil en overdag wordt de stroom opgewekt op de zonnepanelen. Ja, en nou is dat niet helemaal. Hè. En zeker in tijden van de zomer, dan maken we daar voor de auto's wel gebruik van. Maar straks, als het om 4:30 weer donker is, dan hebben we daar geen profijt van. En daar wil je toch ook slim voor jezelf als bedrijf, maar ook voor de samenleving wel kijken of je daar op een goede manier mee om kan gaan. Maar mooi dat je die link ook maakt naar de samenleving. Ja, want wij hebben bijvoorbeeld een buurman die heeft een hoveniersbedrijf. Die moet ook over op elektrische voertuigen. Die heeft al bij mij aan de deur gestaan. Kunnen we wat doen met de zonnepanelen die je hebt liggen? En de stroom die daaruit komt. Want anders kan hij daar ook niks mee. Nee. Maar ook dat hij dan gebruik maakt van jullie laadpalen, dat zelfs ook? Of mag daar zijn we over aan het nadenken. Kunnen we, als we een oplossing met batterijen nemen, kunnen we dan voor zorgen dat hij ook daar 's nachts een afname van doet. Ja. Want in feite heb je een overcapaciteit op je hoeveelheid energie die je vanuit je zonnepanelen krijgt. Ja. Dus heb je gewoon, En dus lever je terug aan het net. In feite. Zo zit het, ja. En daar zijn anderen dan misschien wel weer blij mee, maar het is natuurlijk niet wat voor je eigen bedrijf dan het meest efficiënt is op termijn. Nee, en wat we nu mee te maken hebben, of tenminste nu nog niet, maar in de toekomst. Hè, ik zei net met de 10 auto's die we nu hebben, kunnen we uit met het vermogen wat we hebben. Maar we kunnen nu niet verder doorgroeien in de elektrificatie, want dan lopen we tegen de grenzen aan. He, dus voor de verdere groei en de verdere aanpassing van ons wagenpark, dan hebben we andere oplossingen nodig. Ja. Want het wagenpark, wil je dat op termijn allemaal elektrisch hebben? Is dat wel het ultieme doel? Daar zijn de meningen over verdeeld. Hè. En er zijn ook andere vormen die veel duurzamer zijn dan de huidige conventionele brandstoffen, zeg maar. Ik geloof er niet in dat dit moment in de komende 5 jaar dat het lange transport, dus het lange wegtransport, dat heel snel overgaat naar elektrificatie. Daar zullen andere oplossingen als misschien wel waterstof of misschien ook wel alternatieve brandstof als HVO100 een rol in spelen. Maar voor ons, zeg maar, ons last mile netwerk, de levering aan de consumenten, daar zal... Voor wie dat niet weet, last mile, ik vond het een mooi begrip. Ja, het last mile is eigenlijk het laatste stukje transport vanuit ons magazijn naar de klant toe. En dan krijgen jullie iets aangeleverd vanuit een groothandel of vanuit een groot bedrijf. Die zet het bij jullie neer en jullie zorgen voor het laatste stukje transport. Klopt, ja. En dat gaat dan in kleinere auto's dan waar het mee aangeleverd wordt. Ja, dat gaat in kleinere bestelbusjes, bakwagens. Ja. En daarmee doen we heel veel leveringen aan de consument. Ja, doen we zowel eenmansleveringen als tweemansleveringen. Maar voor dat stuk zie ik wel dat de vraag gaat groeien. Want ook onze klanten die zijn daar enorm mee bezig. Maar je zult nog steeds meer
zones in steden krijgen waar je alleen maar met elektrisch... Oh, ja. Nou, dat komt er natuurlijk ook aan. Hoewel, we hadden het in het begin al, werd er over Prinsjesdag gesproken. Het kabinet heeft er ook wat andere ideeën over dan voorgaande kabinetten. Ja. Maar ik geloof er wel in dat dat doorgaat. Dus we zullen op termijn ook wel moeten. Hè. Zometeen kunnen we vanuit Almere niet meer zomaar Amsterdam in met welk voertuig dan ook. Nee. Dat is al redelijk snel. Ja, dat is al redelijk snel. Want, ja. Het bedrijf waar jij bij werkzaam bent, we hebben het nu dan wel over GSF, maar het is natuurlijk een groter bedrijf. Maar merken jullie dat dan ook al? Nou, bij elke groot project wat wij doen, komt het netcongestieverhaal aan de orde. Ja, en als je even over omdat we een stukje wagenpark. Ja. Hebben jullie ook veel elektrische auto's rijden? Wij hebben momenteel nog helemaal heel weinig elektrische auto's rijden. Helemaal niet, wil ik niet zeggen. Maar wij zitten in Almere op de Damsluisweg. En daar hebben wij ook netcongestie. Aha. En daar kunnen we eigenlijk niks meer verzwaren. En ons pand zit al aan het einde van het vermogen wat we kunnen gebruiken. Ja. Dus dat beperkt ons wel in het uitbreiden van onze werkzaamheden of onze bedrijf. En hoe is het voor jullie? Jullie hebben ook zonnepanelen? Ja. Net zoveel als wat ze... Nee, we hebben op ons eigen pand nog geen zonnepanelen bij GSF. Dus dochterbedrijf van Hemubo. Daar kwamen we dus met die netcongestie in contact, werden we mee geconfronteerd. Toen hebben we gezocht naar de oplossing. We zijn eerst gaan kijken bij de buren. Daarna zijn we gaan kijken naar ons machinepark wat daar stond. Dat is eigenlijk grotendeels vernieuwd. Ze zaten op twee locaties, in Hilversum en in Lelystad. En in Hilversum konden ze eigenlijk al niet draaien vanwege netcongestie. Dat kwam bij elkaar op de Bolderweg in Almere. En toen zijn we eigenlijk de installatie doorgelopen en gekeken waar kunnen we besparen. En daarna hebben we gezegd van oké, dan wordt dit de configuratie ook naar de toekomst toe wat we moeten gaan maken. En toen kwamen we op een batterij van 1,1 megawatt en een 463 panelen om precies te zijn op het dak. Dus heb je en zonnepanelen, maar dus ook al zo'n grote batterijopslag. Ja, klopt. Dat is best wel uniek in de regio. Ja. Het idee daarachter zit is dat wij 's nachts eigenlijk vanuit het net laden, als het donker is en in het winter. En in de zomer kunnen we eigenlijk gewoon bijna, dat zal je straks op het plaatje zien, bijna off-grid draaien op basis van de zonnepanelen. Dus die grafiek ook zag en die conclusie zag, vond ik wel een hele mooie oplossing. Als je nu ziet, ik heb vandaag gekeken, wij gebruiken op dit moment maar 2-3 kilowatt uit het net. En want de rest komt gewoon uit die batterij. Juist. Ja. Dus dat, We zien hier een mooi voorbeeld. Kun je ons meenemen in wat we nu op het scherm zien en wat de mensen thuis ook zien? Ja, nou, als je kijkt naar waar de hoogspanningsmasten staan, het net, daar zit de batterij mee. Ons systeem is nog niet zo dat we ook de batterij in zich kunnen hebben. Maar op dit moment levert de zonnepanelen 102 kilowatt. Het verbruik in de fabriek is 109. Dus daarin zie je dat je redelijk dicht bij elkaar ligt en off-grid draait. Er komt nog op dit moment, toen ik dit beeld maakte, had je ongeveer 3 kilowatt wat we uit het net haalden. En de rest wordt nog extra in de fabriek gestopt. Ja. Wauw. Is dat voor jullie een toekomstideaal, zo'n grote batterij dan? Want die heb je nu nog niet. Nou, of die zo groot moet zijn, dat weet ik niet. Dat ligt ook een beetje af aan de ontwikkelingen. Maar het is wel ons ideaal om uiteindelijk de stroom zelf op te wekken. En daarmee wel een stuk, misschien onafhankelijkheid te creëren voor onze toekomstplannen. Ja. Dat is denk ik veel belangrijker. Dat is bij jullie denk ik ook. Hè. Zonder deze oplossing konden jullie niet draaien. Nee. Wat ik al in het begin zei, zoals het nu gaat, gaat het. En ook daarin kunnen we heel veel dingen slimmer doen, hoor. Maar voor de toekomst is dat zeker iets wat we nodig hebben. Ja. Nee, Lianne, het woord onafhankelijk valt, hè? Mm-hmm.
Is dat iets wat jij vaker hoort? Absoluut. Vooral nu die problemen zo toenemen, zijn ondernemers daar meer en meer mee bezig. Ze worden ook geconfronteerd met ontzettend veel eisen en vragen vanuit overheden, vanuit andere ondernemers. Soms zien ze gewoon door de bomen ook het bos niet meer. En ja, dan is onafhankelijkheid natuurlijk, dat lost een aantal zaken natuurlijk op. Ja, en daar mogen jullie dus in meedenken? Daar mogen wij af en toe in meedenken, ja. Maar onze eerste focus is wel om te kijken binnen de aansluiting die je nu hebt, wat kun je daar nog? Want dat is vaak ook al wel meer dan soms in beeld is. Ja, ja, dat je al je capaciteit inzet die je hebt. Ja, en slim benut, zoals Elwin ook eerder al heeft toegelicht. Ja, absoluut. Ja. We maken jullie ook samen met ondernemers een soort plan van aanpak. Hè? Want in het filmpje met Urk, hè, werd gezegd, jullie keken mee bij de offertes. Want volgens mij, jullie gaan geen offertes uitvragen. Dat moet het bedrijf gewoon zelf doen. Ja. Die moeten zelf een aantal offertes. Maar jullie kijken dan mee van, nou, is dit de juiste offerte? Is die reëel? Is daar iets te veel geschreven of kunnen er iets afbewijzen van? Is dat jullie rol? Onder andere, ja. Dus we kunnen vanaf het begin, Elwin zei het al, energie besparen aan de voorkant is natuurlijk een belangrijke. Dus daar begin je standaard mee. Dan creëer je inzicht, wat vaak inderdaad al misschien er beperkt is. Hè. Dus heb je maar één piek per dag? Heb je de hele dag door pieken? Hoe ziet je energieprofiel, noem je dat, eruit? Dan vervolgens komt er een punt dat je zegt, oké, dit zijn oplossingsrichtingen. En daar hoort een bepaalde techniek bij of technologie bij. En ja, met netcongestie zijn ook alle marktpartijen een beetje op hol geslagen af en toe. Dus soms weet je ook niet zo goed wat marktconform is. En of wat iemand je vertelt of dat wel juist is. Dus daar proberen we ze vooral in te begeleiden. Dat we even naast ze staan, even meekijken van is dit nou realistisch? We geven geen advies, want daar zijn we niet voor. Maar we ondersteunen en we ontzorgen een beetje waar dat kan. En dan tot aan de financiering, zoals Jan Ras net ook zei. Ja. Hey, en je hebt het dan over, hè, ontzorgen en zorgen dat het allemaal overzichtelijk is. Ja. Maak ik even een bruggetje naar een energiemanagement systeem. Want dat is wat er dan uit voort kan vloeien. Ja. En daar werken jullie al mee? Daar werken we aan mee. Het is eigenlijk wat je net zag, dat plaatje. Dat is het energiemanagement systeem. Hier zie je op de grafiek de groene lijn en de oranje lijn. En dat is de belasting wordt gevolgd door wat zonnepanelen opleveren. En een volgend plaatje zie je de werking van de batterij. Die dan een beetje bijspringt. Nou, dit beeld, hè, vandaag is het toevallig een hele mooie zomerse dag. Dus is heel mooi, maar we zijn erg benieuwd naar hoe het straks in de winter eruit gaat zien. Want hoe lang staat die batterij er al? Die batterij staat er operationeel vanaf 1 april. Oh ja, dus echt alleen maar in het voorjaar en de zomer heeft hij nu gedraaid. Ja. Nou ja, en dan moet je ook nog zien dat het een GSF daar pas naartoe verhuisd is vanuit Lelystad en Hilversum. Dus die zijn ook aan het opstarten. Dus we draaien ook nog niet helemaal het volle vermogen daar zo. En uiteindelijk moet dat over een heel jaar een beeld geven van hoe onze energievoorziening er dan bij zit. En hoe met name in het raamvenster van 6 tot 6, hoe bedrijfszeker de spanningsvoorziening of de stroomvoorziening is. Ja, want jullie hebben het vooral dus overdag nodig. Vooral werken wij overdag. Ja, maar jullie dus 's nachts laden. Om te zeggen van en overdag heb je natuurlijk ook stroom nodig. Maar voor je wagenparken is het dan 's nachts handig als er stroom is. Ja. Is het bij jullie dus overdag. En zo'n energiemanagement systeem, is dat iets waar jullie al mee werken? Of waar je denkt van, gaan wij in de toekomst ook maar oppakken? Nee, dat is zeker iets voor de toekomst. Hè. Daar zijn we nu wel achtergekomen in de afgelopen maanden, hè, na de uitbreiding. Dat we juist naar dat soort slinge oplossingen ook moeten kijken. Ja. Om binnen de grenzen te blijven. Ja. Kijk, we hebben 8 auto's of 10 auto's. Die hoeven niet elke keer op hetzelfde moment te vertrekken. De een gaat wat vroeger weg, de ander gaat wat later weg. De een komt wat eerder terug, de ander gaat wat later weg. Misschien heeft de ene een andere route. Dan komt er misschien nog eentje terug overdag in zijn route. En juist door daar slim mee om te gaan en die palen in dat systeem goed aan te sluiten of aan te sturen, kunnen wij zelf enorm veel verbeteren ook. Het goede type palen neerzetten. Nou ja, in het begin ook zei van ook uitzoeken wat heb je dan nodig aan. Klopt. Ja, maar type palen, maar ook de
de slimheid aan de palen toegeven om te zorgen dat ze je helpen in uiteindelijk je operationele uitvoering. En ook misschien nog wel zeggen van nou, als die auto morgen maar zo'n kleine route heeft, hè, even, dat gaat misschien wel heel ver, dan hoef ik hem niet helemaal vol op te laden. Nee. Maar dan laat ik hem nog een keertje terugkomen, want dan kan hij onderweg nog een keertje opladen, hoor, vanuit onze zonnepanelen. Ja, en daarom zit je ook mooi op een centrale locatie in het land wat dat betreft. Absoluut, ja, dat helpt wel mee. Ja. Ja, ik denk jij wil wat vragen. Oh nee, ik denk dat dit juist wel de voorbeelden zijn waarbij je inderdaad gaandeweg ook wel samen met Eva aan het onderzoeken bent van wat is voor mijn bedrijf nu geschikt. Want wat voor jouw bedrijf misschien minder geschikt is, is voor jouw bedrijf een hele goede oplossing. Ja. En zo kun je wel dat maatwerk iedere keer ook geven. Want dat is denk ik wel van belang iedere keer. Dat hoor ik jou ook zeggen. Ja. Dat maatwerk echt essentieel is. Ja, volgens mij is dat onmisbaar. En een energiemanagement systeem is voor jullie situatie inderdaad ontzettend passend. Hè? Voor jullie situatie kan ik me ook zeker voorstellen dat het passend is. Maar inderdaad, niet iedere ondernemer is daar specifiek mee geholpen. Het is echt maatwerk. Ja. Ja. Ik durf bijna te zeggen op het moment dat je kiest voor een configuratie met batterijen en met zonnepanelen en mogelijk nog een windmolen of wat dan ook, dan ontkom je niet aan om met een energiemanagement systeem te werken. Ja. Dat is gewoon... En daar zitten ook weer heel veel haken en ogen aan, want het ene systeem matcht inderdaad niet weer met met de taal die de laadpaal spreekt bijvoorbeeld. Ja. Hè? En de ene installateur heeft een voorkeur voor het ene systeem. Dus er zitten gewoon, uitdagingen. Gaat ook niet vanzelf. Nee, precies. Ook dat gaat niet vanzelf. Nee. Maar dat is bij ons precies hetzelfde. Ja. Dat je eigenlijk twee verschillende plaatjes ziet. Ja. Dat we zijn daar wel mee bezig hoor, met leverancieren. Ja, het mooiste is als we dat echt op één systeem hebben staan en het ook zichtbaar kunnen maken. Hè. GSF is een bedrijf wat circulair glas maakt. We willen duurzaamheid en circulariteit ook uitstralen. Dus dan wil je ook aan je klanten laten zien, nou, met dit glas hebben wij zoveel CO2 bespaard. Hebben we zoveel bomen. Ja. Dat zijn allemaal cijfers die je dan kan laten zien. En dan kan je dus echt die waarde geven aan van, ja, wat doe je nu eigenlijk? Hè? Wordt vaak geroepen, wat is nu circulair, wat is nu duurzaam? Maar zo laat je het echt zien en zo zijn we daar ook echt binnen Hemubo en GSF mee bezig. Ja. Mooie ontwikkelingen allemaal. Dat is weer inspiratie voor een nieuwe inspiratiereis. Ik hoor hier twee mooie bedrijven waar je zo een reis van harte kan maken. Of een bedrijf. Ja, zeker heel mooi. Nou, toevallig was ik vanochtend ook met een collega op stap bij een aantal ondernemers. Ook in Almere. En dan zie je toch inderdaad dat men is echt zoekende. Ja. Je bent ondernemer omdat je goed kunt ondernemen. Maar niet omdat je een energie-expert bent. Nou ja, en volgens mij is dat juist hetgeen waar we jullie op moeten ondersteunen. En waarbij we jullie verder moeten helpen. En dat, Dus ondersteunen, verder helpen. Ja. Nou, daar is, nou ja, je noemde het voorbeeld al van de subsidie die de provincie heeft. Maar ook de energieadviseurs, vooral ook Eve natuurlijk. En tot slot van dit gesprek. Jullie zijn twee ervaren ondernemers. Wat is nou in één zin nog, wat wil je nou de kijkers nog meegeven over dit mooie onderwerp? Ja, het is technisch gezien was voor ons een prachtige uitdaging. Wij hebben daarvan geleerd dat we heel anders moeten denken. En normaal als elektrotechnicus denk je vanuit het net. En nu denk je vanuit de batterij en is het net en de zonnepanelen eigenlijk secundair. Dat is een goed ding. Maak een hele goede inventarisatie van het vermogen wat je beschikbaar hebt van Liander vooraf. Dat bepaalt wat je uiteindelijk met het pand kan gaan doen. Ja. Als je naar een nieuw pand gaat. Ja. Mooi. Ja. En jij, Bas? Ja, ik vond het best een hele moeilijke vraag. Kijk, ik denk dat de grote les voor ons is geweest. Dat wij zijn nu in stapjes geëlektrificeerd. En ik denk als we 3 jaar geleden wisten waar we nu stonden, misschien andere keuzes hadden gemaakt dan dat we nu gedaan hebben. Alleen toen konden we ook niet in de toekomst kijken. Nee. Maar de crux is wel, denk ik, om verder te kijken dan dat je normaal gewend bent. Want de investeringen die je doet zijn anders, zijn hoger, hebben een langere termijn. En dat is denk ik de belangrijkste les die ik heb getrokken. Dat als we toen meer hadden nagedacht of hadden geweten of hadden in kunnen schatten wat we nu weten, dat we toen al andere keuzes hadden gemaakt. Ja. Dus je moet verder vooruitkijken en verder nadenken over wat je verwachtingen zijn. Mooie boodschap voor de kijkers. Denk verder na dan wat je nu denkt.
en kijk verder vooruit dan dat je ooit gedacht hebt. Netcongestie pakken we daarmee aan. Bedankt voor jullie inspirerende voorbeelden. Nelianne, jij ook dank voor je input op dit moment. We zien jou zo meteen in het volgende gesprek ook nog even. Bas, Gert, dank jullie wel. Graag gedaan. En veel succes met jullie mooie bedrijven. Dank je wel. Dank je wel.